wat geleerd door jullie. Het heeft ontzettend veel kracht. Ik heb heel veel plezier erin. Ik kan die stoepje nemen, ik kan de wheelie goed, hellingen af en op. En, dat is geweldig. Mijn volk voelt een stuk zeker erin. Ik heb geleerd om mijn stoep echt actief te gebruiken. Ik heb er echt controle over gekregen. En ik kan al heerlijk lekker zelfstandig. Kijk, dat horen we graag. Er gaat iets spectaculairs gebeuren hier vandaag. Komt alle kijken bij het Wheelchair Skills Event. Als iedereen weet dat je een beetje een drempeltje op kan, dat moet je gewoon kunnen. En dat kan bij het Wheelchair Skills Team geleerd worden. Jong en oud, alle leeftijden en alle niveaus kunnen bij ons terecht. De trainingen die door het Wheelchair Skills Team gegeven worden, zijn wel echt even wat anders dan wat je in het revalidatiecentrum leert. Sport ist Freiheit, wo aber Hindernisse, wie zum Beispiel Stufen im Weg sind, da ist es mit der Freiheit manchmal ziemlich schnell vorbei. Eine Erfahrung, die leider immer noch viele Rollstuhlfahrerinnen und Fahrer machen müssen. Patrick Stricker war beim Wheelchair Skills Day dabei. Der Wheelchair Skills Day in Stuttgart. Ein Tag voller Training und Spaß und auch ein Tag, an dem Kinder und Jugendliche im Rollstuhl gefeiert werden. Der Wheelchair Skills Day, eine Veranstaltung mit enormer Bedeutung. Op het moment dat die mens gaat leven naar dat stigma en gelooft dat dat lage verwachtingspatroon wat op hem gedrukt wordt door de mens die onwetend is, als hij dat gaat geloven, dan wordt hij een gehandicapt mens. Ja, ik vond het ook echt heel erg leuk om te doen. Ik ben erg blij dat ik het gedaan heb. Ja, ik heb veel geleerd over eigenvaardigheid, begeleiden van andere mensen en ja, alles valt te staan met zelfvertrouwen en zelfrespect. Heb je hier meer geleerd dan verwacht? Hele inspirerende dag, waar we mooie gevolgen aan gaan geven. Veel meer geleerd qua skills en qua... En zelf nu, maar ook de manier van denken. De manier dat je...